Ik hoor u praten over vitamine. Ook daar is heel veel, bestaan heel veel verschillende meningen rond. Als we nu gaan kijken naar supplementen, neemt u zelf supplementen en welke supplementen zou u aanraden? We weten allemaal dat er heel veel verschillende soorten supplementen op de markt verkrijgbaar zijn. Heel veel verschillende soorten vitaminepreparaten. En natuurlijk is de een al beter dan de andere. Waar raadt u de mensen aan? Waar moeten we naar kijken als we zo een supplement kopen? En vooral welk supplement? Ja, omtrent supplementen is heel veel te doen. Hè. Er zijn veel voorstanders en tegenstanders. Ik denk een beetje met die discussie over voedingssupplementen, dat er heel vaak, hè, vooral vanuit de kant van de artsen, het kind met het badwater wordt weggegoten. Hè. Anderzijds heb je ook langs de andere kant een hele hoop alternatieve therapeuten die zweren met kilo's antioxidanten en vitamine C, bij wijze van spreken, voor je gezond te houden. En dat klopt natuurlijk ook niet. Hè. Ik heb in mijn boek een heel stuk geschreven over vitamine C, en of dat dan nu, hè, dat blijkt in hoge dosissen geen antioxidanten zijn, maar een pro-oxidant, hè, dus zelfs toxisch te zijn enzovoort. Maar goed, nu, ik raad wel bepaalde voedingssupplementen aan, en ook sommige af, hè, omdat ik ook, zoals ik in mijn boek zeg, studies tonen aan dat wanneer dat men antioxidanten neemt, hè, dat vaak mensen minder lang leven enzovoort, of dat ze toch al sinds niet ouder worden, hè, dus dat is ook het eerste wat men leert wanneer dat men in de biogerontologie dus duikt, hè, dat is de wetenschap die het verouderingsproces bestudeert, en dat is de ruggengraat eigenlijk van mijn boek. En dat dus eigenlijk antioxidanten het verouderingsproces niet afremmen. Anderzijds probeer ik wel, raad ik wel bepaalde supplementen aan, onder andere bijvoorbeeld selenium, hè, dat een belangrijke stof is voor uw lichaams eigen antioxidant systeem te activeren. Het is ook een van de weinige producten of voedingssupplementen waarvan echt is aangetoond in gerandomiseerd klinisch onderzoek, dat als je die stof geeft aan patiënten, dat ze inderdaad, hè, 30-50% minder kans hebben op verschillende soorten kankers enzovoort, omdat die stof activeert ook onder andere het immuunsysteem. Hè. Dus selenium is een co-activator van heel veel eiwitten die een rol spelen in een goed functioneren van het immuunsysteem. Dus natuurlijk pas wel ook op met selenium, en men mag daar niet te veel van nemen, dus dat moet echt maximum 100 microgram per dag zijn, omdat het er vanaf iets meer al toxisch is. Hè. Dus ik raad ook bijvoorbeeld jodium aan, dat is een belangrijke stof die een rol speelt in het metabolisme. En dat is ook iets waar heel veel mensen trouwens ook een suboptimaal tekort aan hebben. Een andere stof zijn bijvoorbeeld bepaalde B-vitamines, die een beetje de olie zijn van het metabolisme. Hè. Dus om alles goed te laten functioneren. Dus uiteindelijk, ja, dat zijn allemaal zo zaken waar het zeker geen kwaad kan om dat dagelijks de rest van je leven te nemen. Hè. Dus omdat die ook wel je kans op chronische verouderingsziektes wat zouden kunnen verminderen over die termijn. Ja, wij Troepout is een sportbedrijf. Wij werken met heel veel sporters, zowel binnen onze personal training als onze bootcamps. Vaak krijgen wij de vraag of wij van die proteïneshakes verkopen. Wat wij natuurlijk niet doen, omdat wij ambassadeur zijn van natuurlijke voeding. Hoe staat u tegenover de eiwitshakes die de ronde doen? Wel ja, er is heel veel te doen, hè, rond sport en voeding. En ik denk dat dat ook allemaal heel sterk wordt opgeblazen en dat er een enorme marketing is, machine achter zit. Hè, omdat we hebben enorm veel schrik om tijdens het sporten geen energie te hebben. En daarmee pompen we ons vol met eiwitshakes en aan het sporten of moeten we veel koolhydraten nuttigen en een hele borden pasta verorberen. Dat is allemaal sterk overdreven. Hè. Je moet weten dat in de oertijd de mens soms wekenlang niks kon eten en dan nog op jacht moest gaan en veel meer inspanningen moest leveren dan wanneer dat we eens wekelijks naar de gymzaal gaan. En dus ons lichaam is eigenlijk gemaakt om te gaan met schaarste enzovoort. En nu maken we ons verschrikkelijk ongerust, hè, mochten we even tijdens sporten te weinig energie hebben. Dus dat is iets dat heel sterk wordt overdreven. Ik denk, en wat uw vraag betreffende ook onder andere die eiwitshakes, ja. Ik zeg in ieder geval, onderzoek toont aan dat een van de redenen waardoor dat wij verouderen, en dat proteïne samen
samenklontering is, hè, overal in het lichaam, waardoor dat ons lichaam langzaam maar zeker minder goed functioneert. Hè, omdat onze cellen zowel langs binnen als langs buiten volgepropt geraken met eiwitten en daardoor zelfs afsterven. Wat dat bijvoorbeeld in de hersenen gebeurt, hè, krijgt men de ziekte van Alzheimer of cognitieve achteruitgang. Maar dat gebeurt ook in de spieren, in het hart enzovoort, waardoor het hart minder goed samentrekt en dergelijke. Maar goed, dus en te veel eiwitten blijkt niet gezond te zijn, omdat onder andere dat proces wordt versneld. En dat is ook wat studies aantoont. Hè. Een grote studie met bijna 30.000 proefpersonen toonde aan dat per 5% extra proteïne dat mensen in hun dieet nuttigen, dat ze bijvoorbeeld 20% meer kans hebben op diabetes, hè, een typische verouderingsziekte. En mensen die ook, bijvoorbeeld vrouwen die elke dag vlees eten, hebben dubbel zoveel kans hè, op borstkanker vergeleken met vrouwen die maar 3 keer per week vlees eten. Hè. Vlees is een zeer proteïnerijke bron. Dus allee, zo zijn er een hele race van onderzoeken die aantonen dat een te veel aan proteïne niet gezond is. En dus ik ben daar ook niet echt voorstander van. Eet gewoon gezond en gevarieerd, zoals ik ook in mijn boek beschrijf. En als je veel sport, zult je gewoon meer moeten eten, maar moet je niet anders eten. Hè. Niet meer eiwitten gaan nuttigen of meer pasta gaan eten of enzovoort. Je moet niet anders eten, maar gewoon meer. Hè. Je lichaam is slim genoeg om uit de voeding die het krijgt, en die is in het beste altijd meer dan voldoende, om daar voldoende stoffen en nutriënten aan te onttrekken om het metabolisme draaiende te houden.